Ja, dat er een aantal jongens door de mand gevallen zijn. En dat zie je al op trainen. En nu krijg je een bevestiging in de wedstrijd. Dus daar gaan we mee aan de slag uiteraard. Ik wil niet de amateurs tekort doen, maar als je met zo'n instelling een wedstrijd begint en een wedstrijd speelt, ja, dan vraag je om problemen. En die heb je ook gekregen. En ik heb van tevoren gezegd dat het niet makkelijk gaat worden en dat ze erop gaan zitten. Zij spelen één wedstrijd in een jaar tegen een BVO en wij moeten in de voorbereiding ons gezicht laten zien. En laten zien waar we mee bezig zijn. Dus dat was wel een anticlimax. Ja, want als we de wedstrijd ook zien vanaf het begin af aan, zij zitten eigenlijk jullie onder druk en jullie kwamen er eigenlijk niet uit. Nee. Heel slecht de onderuit voetballen. Middenveld dramatisch. En daar spelen toch wat jongens die toch wel een tijdje meelopen en met de meeste ervaring. Verkeerde keuzes, verkeerde passing, spits inspelen, spitsen veel balverlies. Nou ja, goed, et cetera, et cetera. Dus het was een matige vertoning. Heb je daar een verklaring voor? Is het dan gewoon omdat ze het niet kunnen opbrengen om tegen amateurs en het is misschien warm en op kunstgras voetbal? Het is je vak, hè. Je moet tegen een amateurclub spelen en dan moet je gewoon dik winnen. En ik ben niet anders gewend. En dan moet je met de juiste instelling het veld ingaan. Als je laat aftroeven op inzet en duelkracht en je hebt niet eens de tweede bal, waar hebben we het dan over? En als je dan de bal hebt en je levert hem na twee passes, leef je hem weer in. Een totaal andere bevlogenheid dan afgelopen zaterdag tegen Fortuna. Ja, want daar zag je het wel. Ja, is dat dan omdat het dan Fortuna is als een Eredivisieclub is makkelijk te motiveren? Ja goed, dat zou kunnen, maar dat is natuurlijk wel heel triest. Maar wat kan je mee? Trek je hier nog conclusies ja, uit? Ja, uiteraard. Ja. En dat, die zijn? Dat zijn ja, dat er een aantal jongens door de mand gevallen zijn. En dat zie je al op trainen. En nu krijg je een bevestiging in de wedstrijd. Dus daar gaan we mee aan de slag uiteraard. Wat was er met Arsenio Valpoort? Hij vroeg had een kramp in zijn hamstring, dus daar nemen we geen risico mee. Kan je verder nog deze voorbereiding, hè? Want nou, dit is dan een anticlimax, een slechte wedstrijd gespeeld. Ja. Zie je dat dan als, nou, dit is een incident en we zijn voor de rest goed bezig? Ja, of schrok je er wel van? Ja, nou, ik schrok er wel van. Dat had ik totaal niet verwacht. Ik had het ook niet zien aankomen. We hebben vanmorgen ons goed voorbereid. We hebben nog beelden van de vorige wedstrijd laten zien en laten zien hoe we onder druk uit kunnen voetballen. Sowieso zelf pressing spelen, druk zetten. En als je dan ziet dat we daar ook zelf in faalden, daar ben ik wel van geschrokken. Dus Dordrecht is niet klaar voor de competitie nog? Gelukkig is hij nog een tijdje weg. En we hadden tot nu toe een hele goede voorbereiding. Met alles op en eraan, het goede in het concept. Het individueel verbeteren. En dat doe je dus in anderhalf uur doe je dat er niet.